De tweede tip op weg naar je economie-examen. Schrijf op wat je weet. Wat bedoel ik daarmee? Ik laat het je zien aan de hand van een aantal voorbeelden. Hier een examenopgave over Radio 538. Die gaat over de prijselasticiteit. En er staat dat de prijselasticiteit van de vraag naar reclameseconde min 1,2 bedraagt. Wat is makkelijker dan even op te schrijven wat de prijselasticiteit ook alweer is? En vervolgens in ieder geval even in te vullen wat je al direct uit de tekst haalt. En vervolgens kan je naar de onbekende gegevens gaan zoeken in de bronnen die je erbij krijgt. Hier ook een voorbeeld. Gaat Attila 22 uit van een prijselastische of van een prijsinelastische vraag naar zijn MP3-spelers? Schrijf eerst die formule gewoon weer op. En schrijf eventueel ook even op voor jezelf wanneer er sprake is van een elastisch of van een inelastische product. Nog een voorbeeld. Welke prijs moet EPAR kiezen om maximale totale omzet te halen? Verklaar de keuze met een berekening. Schrijf gewoon eerst op wat de omzet ook alweer is of hoe je die berekent. TO is P maal Q. Of schrijf kort even op dat TO maximaal is als de marginale opbrengst 0 is. Dan ben je dat kwijt en dan kan je daarna verder. Hier weer een vraag. Toon met behulp van een berekening aan dat de arbeidsproductiviteit in euro's per arbeidsjaar in bla bla bla. Schrijf gewoon eerst even op wat de arbeidsproductiviteit is of schrijf op wat de formule is om de arbeidsproductiviteit te berekenen. Dus de productie per werknemer per tijdseenheid ofwel de totale productie gedeeld door het aantal werknemers. In dit geval delen door het aantal arbeidsjaren. Hier een voorbeeld waar we moeten rekenen met samengestelde interest. We moeten kijken hoeveel geld er moet worden bijgestort na 10 jaar. Schrijf gewoon die formule op voor samengestelde interest, waarbij je het eindsaldo kan berekenen als je het beginsaldo weet en het rentepercentage en het aantal perioden dat dat geld op die spaarrekening staat. En je kan vervolgens invullen wat je weet en het ontbrekende uitrekenen. Dan hier de uitsmijter. De alom bekende vraag over koopkracht of over inflatie. We moeten gaan uitrekenen met hoeveel procent het prijspeil in 2002 ten opzichte van 2001 is gestegen. En we krijgen deze gegevens over het nominaal en het reëel BBP. Wat is niet makkelijker dan eerst even die formule op te schrijven die je toch nodig hebt. Nick gedeeld door Pik maal 100 is Rick. En hem dan eventueel ook nog voor het gemak te herschrijven, omdat je nu natuurlijk Nick weet, het nominaal BBP, moeten we alleen nog even indexcijfers van maken, en het reëel BBP. Dus herschrijf de formule even tot een formule die je meteen kan gebruiken, namelijk Nick gedeeld door Rick maal 100 is Pik, en Pik is de ontbrekende, want we moeten iets zeggen over het prijspeil. Dat is de tip die ik je mee wil geven. Schrijf kort op wat je weet, ga daarna in de bronnen op zoek naar de info die je nodig hebt om het probleem op te lossen. Tot zover. Wil je een complete training die is af te stemmen op jouw wensen? Kijk dan nog even op mijn website. En verder heel veel succes met je voorbereidingen. En tot de derde. Doei!